Zullen we gewoon keihard een Marini gaan vangen, jongens? Zullen we dit gaan proberen? Marini is wel vet. Ik vind dat een leuke Pokémon. Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuw video op je favoriete Nintendo kanaal. In de vorige aflevering van deze Water Only Challenge hebben we de 6e badge gehaald. En nu vraagt Hop weer om te battelen. Hop wil ook voor de 6e of de 7e of de 8e keer alweer gaan verliezen. Dus let's go, Hoppie. Je krijgt een pakje slagie. Althans, de laatste keer dat we tegen Hop hebben gebattled, deed hij best wel moeilijk. Toen was hij opeens best wel oké. Of opeens. Hij begint met Daboo. En ik begin met Reptile. En natuurlijk ga ik gewoon keihard snipeshotten. Want hey, deze aanval is zo sick. Dit is zo'n goede aanval. En ja, kijk, meer dan de helft van Daboo. Dat is nice. Hij doet een takedown. Dat gaat pijn doen. Ja hoor, dankjewel. Worden we ook nog even volgehageld. Bedankt voor de hagel, vriend. Welke hagelman daarboven laat het hagelen? Stop eens even gauw met hagelen. Dat kan me namelijk niet behagen. Daboo is in ieder geval down, jongens. Sorry voor de slechte grap. Dan gaat Botje een level omhoog naar level 41. Alright, Smeagol, let's go. Jij mag Pinchurchin aan gaan pakken. Hoppakee, kom maar op. Lekker hoor, Sesmitoot. Hoppa. En wat krijgen wij? Een Bubble Beampie. Komt u maar, die ontvang ik gewoon graag. Dat is geen enkel probleem. Doen we even nog een Mordoschotje en dan hoppakee. De tweede Pokémon van Hoppie is al weg. Dit gaat snel, jongen. Dan nu Cinderace. Cinderace is super snel. Ik denk wel dat hij sneller is dan mijn Sesmitoot. Cinderace gaat voor Mega Kick. Oké dan. En bedankt. Let's go Aquaring. Ja, maar dit is alleen niet genoeg. Want als hij nog een Mega Kick doet, dan ben ik kapot. Laten we even een wisseltje doen. In deze aflevering gaan we trouwens wel weer nieuwe Pokémon vangen. Want we komen straks op een route met allemaal water Pokémon. Daar heb ik super veel zin in. En dan gaan we eens even kijken wie er het team gaat versterken. Want ja, ik denk dat het wel het einde zo'n beetje is voor Bot. Ik denk dat Bot wel een beetje klaar is in dit team. Terwijl die Cinderace even flink zijn best aan het doen is. Cinderace, wil je nu alsjeblieft een klein beetje ophouden? Dank u wel, dank u wel. Oh, nice. En Jennifer, onze Gyarados gaat omhoog. Oké, nou hoop ik dat mijn Smeagol hier wel sneller is dan de Snorlax van Hoppie. Dan heb ik er wel vertrouwen in. Want wij gaan even keihard Drain Punch doen, wat super effectief is. Ja, kijk, we zijn sneller. Lekker. Drain Punch hem kapot. Hoppakee. Lekker wat HP'tjes erbij. Ja hoor. Hoeveel pijn gaat deze Body Slam dan doen? Ja, zoveel HP hebben we er net ongeveer bij gekregen. Oké. Met die hagel erbij is het toch wel een beetje vervelend. Let's go. Pak hem. Ja, 56 HP over. Ja, ik denk dat we toch... dit gaan we niet overleven. Ik denk dat we dit net niet gaan redden. Ja, kijk wat... nu krijgen we ook nog hagel op onze bakkes. Nee! Nee, Hop. Ik accepteer dit niet. Nu ben ik boos, jongen. Ik ga je pakken, Snorlax. Nu ben ik er klaar mee. Thor, ga jij hem maar even kaart elektrocuteren. Oh, wauw. Hop, je gaat nog voor die Hyper Potion ook. Ga je gewoon zo doen? Wil je dit doen? Dit vind ik niet chill, hè? Wat een nare vent is die Snorlax toch altijd. Kijk, die Discharge gaat niet lekker, hoor. Ik dacht dat ik al klaar zou zijn met die freaking Snorlax. Het ziet er naar uit dat hij ook gewoon Thor nog gaat slopen. Nee, man. Hou op, hoor. Met je Body Slam, jongen, jij zwaargewicht stink Pokémon. Ik hou 1 HP over. Echt, de volgende keer moet ik Sesmitoot gewoon echt even bewaren voor Snorlax of zo. Wat een vervelend mannetje is dit, zeg. Hier, een Rocky helmet op je bakkes, omdat je me aanvalt. Ha, koekje van eigen deeg, jongen. Die Corviknight, die wordt nu ook gewoon irritant, hè? Ik ga hem eens even in slaap gapen. Hoppakee, yawn. Dan mag je straks lekker gaan slapen. Krijg je nu nog een beetje hagel op je hoofd. Oké, scary face. Oké, helemaal goed. Je gaat mijn snelheid omlaag brengen, Hop. Terwijl ik al langzamer ben dan jouw Pokémon. Slim, man. Slim. Oké, hoppakee. Corviknight is in slaap gevallen. Super chill. Oh, wauw. We missen onze aanval. Nee, joh. Ik had dit zo mooi uitgestippeld, hè? Missen we onze aanval. En nu wordt hij zeker wakker. Oké, gelukkig. Hij wordt niet wakker. Dan kunnen we er nog een aken bovenop gooien. En nog een beetje hagel erop. En dan is het klaar. Ja, oké. Corviknight is ook weg, hoor. Nu gaan Bot, Reptile en Thor alle 3 een level omhoog. Dat is super relaxed. En is het klaar met Hoppie de Poppie, hoor. Oh, man. Door naar route 9. Daar waar allemaal waterpokémonnetjes zitten. Volgens mij had deze trainster een Pinchurchin in, als ik het goed heb. Klopt dat? Oh, nee. Oké. Je hebt een Barrascoon, hè? Drain Punch. Ah. Ik denk dat Drain Punch in combinatie met Aquaring wel echt heel relaxed kan zijn. Dan krijg je dus dubbel gewoon HP terug. Maar dan moet je eigenlijk Aqua Ring gewoon even gelijk als eerste move gebruiken in de battle. Ik denk dat ik hem nu gewoon even gebruik, want hij gaat toch wel dood worden. Oh.
Oh, ik dacht dat hij toch al dood ging door de hagel. Maar nu wordt hij waarschijnlijk niet geraakt door de hagel. Denk ik zomaar hoor. Kijk, ik word wel geraakt door de hagel. Maar ik word natuurlijk ook gelijk een beetje geheeld. Wat een smeerpijpen, jongen. Hij wordt inderdaad gewoon niet geraakt door de hagel nu, hè. Kijk hem duiken, jongen. Yo, bedankt, hè. Barra Scooty Booty. Oh, nice. Davy Jones naar level 41. Oeh, nu moeten we tegen een Lantern. Ik blijf het gewoon even proberen met Smeagol. Want Mudshot is natuurlijk wel super effective. Laten we even kijken wat dit doet tegen die Lantern. Oké, ik hoef hem maar twee keer goed te raken. En Lantern doet Bubble Beam. Helemaal prima. En hoppakee. Lantern is ook gone. En dan gaat Smeagol gelijk ook even naar level 42. Nice. Dus even kijken wat we hier in het water allemaal gaan vinden hoor. Hallo, wie is dit? Ah, die hebben we al. Octillery. Nou, hopen dat we hier even snel vanaf kunnen komen dan. Ah, hij overleeft het net. Krijg ik even een Ice Beampie. Maar ja, dat doe ik gewoon even nog een keertje. En dan hoppakee. Dan is die gewoon helemaal klaar. En we gaan door. Wil ik hier iets hebben? Misschien wil ik deze wel hebben, jongens. Misschien wil ik deze Pokémon wel hebben. Zullen we gewoon keihard een Marini gaan vangen, jongens? Zullen we dit gaan proberen? Marini is wel vet. Ik vind dat een leuke Pokémon. Oef, hij is level 42. Hopelijk sloop ik hem niet in één keer met één discharge. Juist. Oké, no worries. Er komen nog meer Marinis, jongens. Rustig aan. Oké, als die Toxapex is, dan wordt hij wel een aardig stukje sterker. Maar blijkbaar als Marini valt hij nog een beetje tegen. Dadumaka! Let's battle! Paralyze hem! Lekker! Hij is geparalyzed. Hij kan niks doen. Hoppakee. Darumaka is wel echt leuk. Galarian Darumaka is nice. Ik vind trouwens de normale Darumaka ook best wel geinig. Terwijl Thor eventjes casual naar level 40 gaat. En we het mogen gaan opnemen tegen de altijd schattige Bellossum. What up, Bellossum? Sorry dat ik een ijsaanval heb. En dankjewel dat je me zoveel pijn doet met je Petal Blizzard. Ouch. Gras-Pokémon zijn altijd een risico in een water-only challenge. Gras-Pokémon, ja, daar kan ik echt wel probleempjes tegen krijgen. Maar gelukkig, gelukkig heb ik een ijsaanval. En kunnen we daarmee deze Bellossum slopen. Volgende battle. Geef me mijn waterfiets. Ik ga deze gozer even helpen. En dan krijgen we zo lekker een fietsie voor op het water. Oké, eens even kijken wat deze Linoon kan doen. Ik denk dat hij mijn Thor best wel pijn kan doen, hoor. Maar laten we vooral ook even kijken wat wij kunnen doen tegen Linoon. Oké, samen met de hagel gaat dit wel lukken. Ja. Bye bye, Linoon. Het was een hele gezellige dag. Bedankt dat je de hele dag je tong naar me uitsteekt. Dan nu, Pangoro. Drain Punch. Pangoro doet Crunch. Oh, wauw. Opeens is hij sneller. En dan doet hij Bullet Punch. Oké. Waarom ben je opeens sneller? Hier, Drain Punch op jouw hoofd, jongen. En dan is het klaar met je grote panda-kop. Hé, dikke doei, hè? Ik heb gewonnen. Alright, alsjeblieft, jongen. Ik heb die gasten even weggestuurd voor je. Mag ik nu een fietsie? Dankjewel. Lekker waterfietsen, jongens. Dan moeten we nou even gaan kijken welke Pokémon we gaan vangen. Kijk, bijvoorbeeld een Mantine. Dat is natuurlijk de evolutie van Mantyke. Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet of Mantyke en Mantine nou echt een toegevoegde waarde hebben voor mijn team. Op dit moment denk ik niet dat zij beter zijn dan de Pokémon die ik al heb. Wilmer! Ja, en ook van Wilmer en Wailord denk ik niet echt dat ze episch zijn. Alhoewel, kijk, hij overleeft wel eventjes gewoon mijn Electric-type movie. Dat vind ik dan op zich wel weer bijzonder, dat hij dat gewoon kan overleven. Wilmer zal ik je sowieso gewoon even vangen. Kom maar, komt u maar in mijn ultraballetje. Ja hoor, yeah. Oh, wat? Je komt gewoon niet in mijn ultrabal? Wat is er mis met jou? Ja, en toen was hij dood. Ja, dit gaat wel lekker met het vangen van nieuwe Pokémon, jongens. Maar niet heus. Iedereen gaat continu gewoon dood. Wat zijn dit voor water-Pokémon, man? Nou, oké, dan gaan we die ook maar niet vangen, wou ik zeggen. Maar we bouncen erop nog eentje. Gaan we dit nog een keer proberen? Of gaan we Wilmer gewoon in één keer verslaan. Nee, oké, we kunnen nog een pogingje wagen. Ah, hij gaat weer onder water. Echt, waarom moet je dit nou weer doen? Hier, nou gewoon even in mijn pokeball, alsjeblieft. Gooi gewoon een ultrabal op je hoofd. Dat moet toch wel genoeg zijn? Man, man, man. Ja? 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 Is het? Ja, oké. Oké, jongens. En we noemen hem Willy van Free Willy. Ook al is dit geen orka, dat maakt niet uit. Let's go, door naar de volgende. Wat zwemt hier nog meer, jongen? Wat is hier nog meer te vinden? In ieder geval een trainer met wie ik kan battelen. Oh, oké, met een Grablocked. Die gaat me denk ik wel hard raken. Ik hoop dat mijn Snipeshot hem ook hard genoeg raakt. Let's go, oké, dit gaat lekker. Dit gaat helemaal top. Ik blijf het wel gek vinden, hoor, dat Grablocked alleen een fighting Pokémon is, terwijl die ook gewoon kan zwemmen op het water. Dan zou je toch zeggen dat het ook een water Pokémon moet zijn. Maar dat is die niet, dus ja, Grablocked kunnen we niet aan het team toe.
toevoegen helaas. Dat gaat niet gebeuren. Maar wat wel gaat gebeuren is dat ik lekker veel XP van hem krijg. Ja, ik had me wel iets meer van deze route voorgesteld hoor. Potverdikkie man. Ik denk we gaan hier allemaal nieuwe Pokémon vangen. Maar het zijn letterlijk alleen maar Wilmers en Mantines en Grablocks. Oh ja, vind je dit nou een leuke video? Doe dan gelijk even dat duimpje omhoog hè. En abonneer op dit kanaal voor meer video's. Oké, geef me gewoon mijn Marini. Hallo Marini. Als het goed is zitten hier ook Marini's toch? Ja, kijk hier. Daar is die. Ik wil jou hebben. Maar dit gaat alleen wel lang duren, denk ik. Met Bubble Beam zo. Dan moeten we hem echt nog wel even een paar keertjes raken, hoor. Hij heeft mij net gelukkig gemist, dus dat scheelt weer. Laten we deze Marini rustig aan verzwakken. Laten we hem niet in één keer slopen met een Electric Type Attack. Ik denk nog één keer. Ik wil hem nog één keer raken. En dan ga ik hem proberen te vangen, jongens. Let's go. Hij zit in het rood. En dan gaan we hem nu proberen te pakken. In... Oh. Dat was echt te snel. Wat is er met deze Ultra Balls? Volgens mij ben ik gewoon net gescamd of zo, man. Deze Ultra Balls zijn helemaal niet oké. Sommige zijn echt super slecht. Gaan we hem vangen? Kijk, oké. Met deze gaan we hem wel pakken. Lekker, we hebben Marini. En ik noem hem Patrick. En je mag in mijn team, jongen. We hebben een nieuw Pokémon in ons team. Ja! Ja, en dan ga ik toch echt afscheid nemen van Bot. Oh, hij is er bijna vanaf het begin bij. Hij is level 43 ondertussen. En hij is best wel goed, maar ik vind Smeagol gewoon leuker. Ja! We hebben een nieuwe Pokémon. Lekker hoor. Ik vind Marini super cool. En dat is gelijk het einde van deze video. Dus doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!